In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Anouk. Zij is seksverslaafd. Nooit meer seks of 15 keer per dag? 15 keer per dag. Seks buiten of binnen? Binnen. Monogaam of vreemdgaan? Vreemdgaan. Seks met één of meerdere? Meerdere. Wel of geen hulp zoeken? Geen hulp zoeken. Kan ik beter wel hulp zoeken doen, denk ik, hè? Wanneer ben je seksverslaafd? Ik denk dat je seksverslaafd bent wanneer het de overhand op je leven gaat hebben. Dus op het moment dat je niet meer aan je dagelijkse dingen komt, zonder dat jij bezig bent met een date te scoren of jezelf af te trekken of net wat dat dan is. Ik denk dat het dan wel echt een seksverslaving wordt. Ja, want wat is dan het verschil tussen een seksverslaving en gewoon een hoog libido hebben? Een seksverslaving zijn mensen die moeten seks hebben of die moeten aandacht hebben of die moeten iedere dag die handelingen hebben. En iemand met een hoog libido die kan ook gezonde keuzes daarin maken en zeggen van joh ja, ik heb heel dag hard gewerkt, en ik moet morgen weer vroeg op, dus ik ga vanavond gewoon op tijd naar bed en ja. Ik laat het erbij. Heeft de seksverslaving dan alleen te maken met jezelf of ook met andere personen? Bij mij was het zelfs op een gegeven moment dat die seksverslaving was meer om aandacht en liefde te krijgen bij een andere persoon. Dus op het moment dat ik ging vingeren of porno ging kijken, was daar geen voldoening meer in. Omdat jij niet de aandacht en de liefde krijgt waar jij naar op zoek bent. Ja, dus je zegt van het is eigenlijk juist alleen maar met andere mensen. Ja. Ja. Ja, er is een verschil in. Hè. Er zijn ook mensen die zijn seksverslaafd, maar die kijken alleen maar porno of die trekken zijn eigen alleen maar af of die vingeren heel de dag. Dus ja, ik denk dat dat per persoon verschilt. Ja, of zou dat dan dus altijd het beginstadium zijn? Dat het met jezelf begint en dan... Nee, want bij mij was dat totaal niet. Ik denk dat ik op een gegeven moment een bepaalde opvulling heb willen zoeken voor een bepaalde leegte die ik had vanuit vroeger. En daar waren mannen, aandacht, liefde. Iemand die even tegen me zegt dat ik er goed uitzie. Of even tegen me zegt dat ik goed bezig ben. Of even een keer over mijn rug heen strijkt. Of een keer een knuffel geeft. Weet je. Terwijl bij mij ging het op een gegeven moment niet eens meer om de seks zelf. Hoe ontdekte jij dat je een seksverslaving had? Ik ontdekte dat ik een seksverslaving had op het moment dat ik van Tinder geen datingsite meer maakte, maar meer een sekssite. Ja, je gaat gewoon met swipen en je zorgt gewoon zoveel mogelijk matches te krijgen in één dag. En toen stuurde ik niet eens meer, hey, hoe is het? Dan stuurde ik gewoon, yo, heb je tijd? Ja, ik heb tijd, maar kom even halen, gaan we neuken. Zo concreet zei je het ook ja, al gelijk. Ja, dus ik ben daar wel altijd heel concreet in geweest, want ik heb geen zin in liefde. Of echt iemand die verliefd op mij wordt, of iemand die meer als dat zoekt. Want ik was meestal op zoek gewoon naar de snelle wip. Ik ben sowieso heel verslavingsgevoelig. Dus je bent op zoek naar verschillende dingen. Ja, en daarin merkte ik gewoon de seks. Dat ik daar en een heel hoog libido heb. Je krijgt daarnaast er natuurlijk ook een kick van. Ja, dus ik zocht vooral normaal ook mannen uit die of zorg nodig hadden, dus die zelf een hoop ellende hadden. Ja, ik noem het altijd sulletjes, maar dat is eigenlijk een beetje heel hard gezegd. Maar meer nou ja, mannen... Daar kan je wel sneller mee neuken, denk ik. Ja, maar daar kreeg ik het ook voor elkaar dat die alles voor mij deden. Die kwamen soms wel 12 kilometer gefietst om mij op te halen. Dus die kwamen bij mij dan ophalen, die hadden al eerst 12 kilometer gefietst om mij op te halen. En dat vond je ook wel leuk, dat ze zo hadden gefietst? Ja, want dat deden ze voor mij. Eigenlijk kon ik ook gewoon heel makkelijk op de fiets daar naartoe. Nou, daar had ik geen zin in. Kom mij maar halen. En dan stapte ik achter op de fiets en dan fietste ik weer 12 kilometer terug. Of ze gingen mijn moeder zijn huis stofzuigen en dweilen omdat ik daar geen zin in had. Weet je, dus daarvoor gebruikte ik ze gewoon. En op het moment dat ze dan te dichtbij kwamen, ging ik weer door naar de volgende en dacht ik, hey, maar dit gaat te snel. Dit wil ik niet. Ja. Ja. Vond je dat nooit ook een beetje zielig? Dat je dacht, ik bespeel jullie nu zo erg? Als ik daar nu op terugkijk, wel. Als ik daar nu... Ik zou er niet om moeten 12 kilometer fietsen, jongen. Ja. Goddom, ik zou er niet om moeten denken. Nee, precies. Nee, als ik daar nu aan terugdenk, inderdaad, dan denk ik wel van... Oh, weet je, die jongens hebben er allemaal niet verdiend om daar zo mee om te gaan, zeg maar. Nou, misschien deden ze het heel graag. Ja, dat wel. Maar het was natuurlijk wel het manipulatieve spelletje waar ik met hun speelde. Hè? Kijk, als ik gewoon recht toe, recht aan was geweest vanaf het begin en gewoon heel eerlijk was geweest, dan waren die mannen daar waarschijnlijk nooit aan begonnen. Hoe uit jouw verslaving zich... Ik denk dat mijn verslaving zich uit door steeds extremer op te zoeken. Een 1-op-1 date via Tinder, dat gaat hem niet meer worden. Dus het is vooral nu kwartetjes, trio's, orgies, gangbangs. Dus daarin wel proberen het extreme op te zoeken. En dan is begonnen eigenlijk met trio's en kwartetjes. En ondertussen is het alweer een trio en een kwartetje, maar dan op de BDSM of de SM-stijl. Dus het wordt eigenlijk steeds heftiger. En eerst is een kleine tik op je billen is heel lekker, maar nu wil je
een rode hand op je billen zien als je klaar bent, zeg maar. Mm. Maar daar geef je dus ook wel aan toe. Het is ook niet dat je denkt, oh, ik ga nu weer wat extremer. Ik ga weer even kijken of ik... Nee, want dat wil ik ook. Ik wil het steeds extremer, omdat het gaat vervelen. Dus een trio met een man en een vrouw erbij, ja, dat is 10 keer, 20 keer is dat leuk. Maar de 21ste keer... Ja, nee, dat snap ik. Maar ik zou het liefst ook wel iedere dag €300 aan een broek uit willen geven. Ja. Maar dan denk ik van ja, weet je, rem je jezelf soms wel eens? Of geef je er alleen maar aan toe, aan die prikkels, dat je dat wil? Nee, ik rem me eigenlijk ook wel eens. Ik denk dat, daar heb je ook wel nodig als mens, hoor. Ik heb zelf een motorongeluk gehad. Daarbij heb ik mijn bekken verbrijzeld. Dus ik kan ook niet meer wat ik eerst kon. Dus ik moet me eigenlijk wel remmen. Dus daarin denk ik... Dus door iets heel praktisch. Niet omdat je dat zelf nodig wil. Nee, niet omdat ik zelf wil. Nee, het liefst zou ik dat gewoon iedere dag doen. Hoe vaak heb je dan nu nog gemiddeld in de week seks? Ik denk tussen de 4 keer. 4 en 5 keer per week. En dan vaker of gewoon wel 1 keer op een dag? 2 keer op een dag meestal. Ja. Ja. Nou, dan ben je wel echt flink aan het berichten inderdaad. Ja, meestal bleef dan degene die dan s'avonds bleef, of s'avonds kwam, die bleef dan slapen. En dan gaan ze eruit, voordat ontbijt eigenlijk al gedaan is. En dan gaan ze weer weg. Ja. En dan ga ik mijn normale dingen doen. En dan als s'avonds weer op de bank zit, dan komt de volgende weer meestal. Ja. Nu zit je op een gemiddelde van dan 2 per dag. Voelt dat dan echt als heel weinig? Moet je daar heel erg je best voor doen om dat niet? Nee, helemaal niet. Dat voelt nu goed? Ja. Voelt eigenlijk soms een beetje te veel. Dus het verschilt. De ene avond heb ik zoiets van, ja, nee, vanavond niet. En dan doe ik het niet. Dus daar heb ik ook geen last van. En de ene avond dan wel. Wat gebeurt er in je hoofd of je lijf als je niet aan de drang toegeeft? Ik word dan vooral heel chagrijnig. En dan meestal dan gaan mijn gordijnen dicht. En dan sluit ik mij op. Dan neem ik mijn telefoon niet op. Als ik echt die drang heb dat ik het wil en het lukt dan niet. Ja, dan ben ik echt overzeik. Dan ben ik echt een duivel. Ja? Dan ben ik echt niet te genieten. Dus als het je dan niet lukt, dan ben je een soort van hangry eigenlijk. Ja. En dan doe je alles dicht en dan? Ja, niks. Sluit mij op. Dan ga ik jointjes roken, wijntje drinken, filmpje kijken of net waar. En dan de volgende dag begint mijn dag weer opnieuw. Maar en heb je dan eens een kutgevoel omdat het niet is gelukt? Ja. Vooral, en dan krenkt het mijn ego wel, zeg maar. Dus ik ben totaal niet onzeker van mezelf, maar dan ben ik wel vooral chagrijnig op mezelf. Is dat dus dan ook heel erg jouw verslaving? Dat je maakt jezelf zo gek, dus je zit helemaal hier. Ja. En waardoor het daardoor niet lukt, zit je hier. Dan zit ik daar. Ja, dan zak je weer helemaal naar de grond. Maar en kan je die drang soms tegenhouden? Dus dat je er niet naar luistert? Nee. Ligt eraan, denk ik. Probeer je het wel eens? Ik probeer het wel eens, ja. Ja, en dan, maar dan ga je weer andere dingen doen. En dan ga je weer kijken van, oké, ik wil vanavond geen seks hebben of ik wil niet. Ik wil gewoon een beetje normaal doen vanavond. En dan ga je uiteindelijk toch, word je toch geil en ga je toch je vibrator erbij halen. Je dildo of je porno. Of... Ja, oké, maar je spreekt dan dus niet af. Nee. Dus het lukt je wel om dan niet af te spreken. Ja, maar dan ben ik vervolgens wel heel de avond met mezelf aan het spelen. Ja, dus oké. Dus wordt het dan, ja... Dan uiteindelijk doe je nog hetzelfde, alleen al met jezelf. Ja. Dus dan probeer ik de eerste paar uur gewoon een serie te kijken. En dan lig je die serie te kijken en dan begint je kut te kriebelen, zeg maar. En dan denk je van ja... En dan begin je toch met spelen en tegen de tijd dat je dan klaar bent, ben je toch weer 2 uur verder. Heb je hulp gezocht voor je verslaving? Ja, dat heb ik zeker. Toen mijn moeder op een gegeven moment merkte, 3, 4 jaar geleden, dat ik echt gewoon alleen maar bezig was met seks en met wiet roken. Toen is de kliniek gebeld en die hebben mij doorgestuurd naar Afrika. En daar heb ik 9 weken echt terug naar de basis gemoeten en echt moeten afkicken. Wat is er toen daar veranderd? Ik heb vooral daar mijn valkuilen geleerd. Dus wat vind ik lastig om te verwerken of om over de dag door mee om te gaan, waardoor ik steeds terugzak in mijn verslaving. Tegenslagen vind ik bijvoorbeeld heel moeilijk om daarmee om te gaan. Alleen zijn vind ik heel lastig. Dus op het moment dat ik een hele drukke dag heb gehad waarin ik heel veel heb meegemaakt en ik ben alleen, ja, dan zit ik op de bank en dan denk ik, ja, weet je, dan maar een piemel in mijn mond, dat is beter. Ja. Ja. Kan je alsnog niet praten over je dag? Nee, oké. Maar ja, dan is er wel een opvulling. Dan is die eenzaamheid is dan op een manier weg. En dan hoef je niet meer over die dingen te praten. Nee, want hoe verslaafd ben je nu nog? Ik denk dat ik nog steeds gewoon daar middenin zit. Maar hoe graag wil je er dan vanaf? Niet. Nee. Nee. Ik ben er gewoon nu op dit moment gewoon niet klaar voor.
denk ik. Je kan pas stoppen als je er zelf iets aan wil doen. Want van wat zou je wel willen dat het stopt? Het obsessief iedere dag seks willen hebben of met mezelf willen spelen of aandacht willen hebben. Dus ook gewoon een dag alleen met mezelf kunnen zijn. Ja. Ik denk op het moment dat je niet met jezelf alleen kan zijn, dan heb je nog een hoop te verwerken. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Zo, prak jij eigenlijk je aardappelen of eet je ze gewoon heel... Prakken. Ja, prakken? Ja. Oh. Ik kom in Brabant, hè? Oh ja, prakken ze daar? Ja, broer. Dat is boers, hè? Prakken ze daar?